Welkom bij een nieuwe weekvlog. Wij zijn een nieuwe sport aan het uitoefenen, namelijk langlopen. Ja, maar eerst zien we nog even gisteren. We hebben een mooie wandeling gemaakt hier in het Zolder. En dan zien we hoe het ons afgaat op deze latten. De latten, doei! Goedemorgen! Wij gaan een stukje wandelen. Mooie dag weer, wederom. Prachtig weer alweer. Maar dus we gaan niet de piste op vandaag, we gaan een stukje wandelen en dan lekker weer ergens in de zon zitten. Lekker genieten. En hier is een bochtje die zegt Panorama Week. Dus daar gaan we een stukje van lopen, de Panorama Week. Wat een weer. Mijn jas open gedaan. Warm. Nou, er gaat nog eens die jas open doen. Ja, echt prachtig weer, maar niet goed voor de sneeuw nogmaals. Echt, het is hard aan het smelten. We hopen dat er snel nieuwe sneeuw komt. Ik ben er bang voor. Waarbij ik vanaf toen we hier zijn, pas één keer echt een dik pak sneeuw gehad. Ja, wel jammer. De rest is het altijd maar een paar centimeter en deze we dachten naast hier weg door de zon. Ja. Dus het is een slechte winter voor de sneeuw. Maar ja. Voor de toeristen is het goed. Die hebben het keihard wetten. Nou, zo kom je nog eens ergens. We zijn nog helemaal niet geweest. Wel op de piste natuurlijk. Daar ongeveer is de piste, zo skiën we hier wel langs. Maar ik wist dat hier ook zoveel hotels lagen überhaupt. Zo, we zitten hoor. Niet op het bankje waar we gepland hadden. Eigenlijk wilden we daar op dat lichtbedje gaan liggen. Maar dat is niet even bezet. Nou. Maar hier is het ook prima hoor. Prachtig uitzicht. Lekker zonnetje, en dan wachten we gewoon. Dan gaan we daar liggen. Ja, was een mooie wandeling. Ja, was ongeveer 40 minuutjes tot hier. Qua hoogtemeters een paar keer een beetje op en neer. We zitten ongeveer, als je in de verte kijkt, zie je het dorpje Innerwald liggen, waar ons huis ligt. Nou, en dat kun je ook doen hier in het Zolder. Wandelen met alpaca's. Nog nooit in het echt gezien. Maar aparte beestjes, die alpaca's. En we hebben inmiddels ook. Tada! Ons bankje terugveroverd. Ons heerlijke zonnebankje. Heerlijk. Echt op en top genieten dit. Ja, we zijn al goed aan het insmeren, want de zon brandt ook echt. Als je ogen dicht doet. Als je daar in Spanje bent. Ja. De skiende mensen die langskomen is naar de zee. Ja. Woesh. Woesh. Maar het is echt extreem warm nu. Genieten.
Nou, het is inmiddels 2:30 geweest. We hebben ongeveer 3,5 uur lekker in het zonnetje weer gelegen. We gaan nu naar onder. We gaan door Zulden nog een beetje lopen, want we willen boodschappen doen. En nou, eerst naar onder lopen. Dit prachtig weer. Een schöne guten Morgen. Guten Morgen. Wat gaan we machen heute? We gaan langlaufen. Langlaufen? Onze langlaufs liggen hier. Die hebben we zojuist opgehaald bij de Sport for You. Ja, daar werken wij mee samen. Ja, dus en... dan mogen we gratis wat dingetjes gaan uitproberen. En vandaag is de eerste dag dat we gaan langlaufen. Ik heb er heel veel zin in. Mooie schoentjes. En Zulden heeft ook echt een heel fijn beginnerspad. Dus mensen, hoe ziet dit uit? Helemaal vlak, hier kan je een heel rondje maken. En dat is dan helemaal tot de achter en loop helemaal in het centrum van het Zulden. Dus leuk uitzicht, lekker weer. Nou, wat wil je nog meer? Het ruimt ook nog. We gaan ons aankleden en dan gaan we beginnen. Gaan we eens kijken hoe het gaat. Ja, schoentjes voelen apart. Niet zoals snowboardschoenen in ieder geval. Nou, ze zijn al comfortabeler dan skischoenen. Dus dat is al een win. En lekker warm. En lekker warm. Vast. Ik wil dat je hakschoenen aan hebt. Nou, stokken. Mijn stekken. En langloopt. Zien we er ook uit als langlopers? Beetje. Nou, we gaan. Nou, we gaan in het spoor. Hop. Hop. Gaan we vertrekken. Gaan we proberen. Doei. Nou, we zijn net onderweg. En Pascal heeft het al verlaten. Ik ga dan een andere jas aan doen. Het zonnetje is heerlijk, maar het maakt het ook warm. Pascal heeft ook een mooie jas bij zich. Ik had deze al sowieso bij me, zo'n softgel. Dat Pascal niet, dus we hebben een reclamejasje voor Chatel Reizen, voor onze baas, onze werkgever. Moet je het wel echt goed doen nu, hè? Chatel Reizen. Oeh. Prachtig. Staat je goed, hoor. Dan gaan we nu echt van start. Poging 2. Ik heb pas 1 meter gehad. Nou mensen, we moeten eerlijk toegeven na 4 rondjes. Dit is een pittige sport. Ja. Het is echt aanpoten. Het is heel de tijd je balans zoeken. En je moet echt vanuit je benen moet je vooruit duwen. Niet met de stokken, die zijn meer op het evenwicht denk ik. Ja. Maar het is echt pittig. Helemaal met het warme weer ook. We hebben al een laag uitgedaan. Een truitje. Dus we gaan even stoppen voor een korte snackpauze om wat te drinken. Om te zweten. Een appeltje.
Gaat het? Dat wordt er ook bij. Gaat het? Heb je pijn gedaan? Nee. Ja, staat u gelijk, ik ben nog wel twee keer gevallen. Zo zie je maar. Het ziet er makkelijk uit, maar dat is het niet. Is het niet? Ik had gedacht dat het een stuk makkelijker was, eerlijk gezegd. Ja. Het is moeilijk evenwicht houden. Moeilijk evenwicht houden op de kleine latjes. Maar het spoor is ook wel slecht aan het worden, hebben ze ons gezegd. Zoals dit. En dat maakt het natuurlijk ook wel moeilijker. Zo mensen, dat was ons middagje langlopen. Oeh. De zon is inmiddels al verdwenen achter de bergen. Dus wij houden het ook voor gezien. Het was wel echt leuk. Leuke ja. Dag gehad, zo'n keer. Voor herhaling vatbaar. Ja, alleen dan op een andere plek. Ja. Maar leuk om te oefenen hier. Huh? Ja, leuke dag gehad. Nu ziet het goed uit. En misschien even een bad, want ik denk dat we spierpijn gaan hebben morgen. Dat denk je ook. Lijkt wel hardlopen, wat je doet. Uitputtend, hè? Vermoeiend. Andere spieren wat je gebruikt, ja. Dan bij het snowboarden of skiën. Ja, dus nu alles uitdoen en dan nog even naar de winkel, naar de groothandel. Even nieuwe jam halen, de Nutella's op. De boter is er bijna op. Ja. Hoppa. Dus dat staat ook nog op de planning. En dan terug thuis zijn voor het 4 uurtje voor de gasten. Een schöne guten Morgen van een lege piste en een lege gondel. Het is namelijk zaterdag. Het is wisseldag, dus dat betekent dat het super rustig op de piste is. Afgelopen keren zijn we niet de piste op kunnen gaan, omdat we zelf ook wisseldag hadden. Maar onze gasten zijn een dag eerder betrokken gisteren. Die wilden de files vol zijn, want het werd vandaag een zwarte zaterdag. Dus wij hebben de luxe om vandaag lekker te gaan skiën. We hebben gisteren heel het huis al schoongemaakt, dus dat is klaar voor de nieuwe gasten. En de komende paar dagen hebben we eventjes vrij. Vandaag nemen jullie mee naar de gletsjer in Zolder. Om hier te komen moeten we maar liefst 8 skiliften nemen. Zolder biedt 2 gletsjers aan, waar je van de herfst tot en met de lente kan skiën. De gletsjeroppervlakte is meer dan 20 vierkante kilometer, biedt 35 kilometer aan skipisten aan en is gelegen op 3250 meter hoogte. Het is ook meteen een van de grootste gletsjerskigebieden in Oostenrijk. Ook in de zomer is de gletsjer open, waar je onder andere prachtig kan gaan wandelen, mountainbiken of wielrennen. Deze tunnel gaat dwars door de gletsjer heen en brengt je van de Rettenbach gletsjer naar de Tiefenbach gletsjer. En zoals de tunnel aangeeft, is de andere kant de zonkant, waar je het langste zon hebt in heel Zolder. We gaan hier heerlijk skiën. Boven de gletsjer bevindt, is de BMW Drive Experience. En wat houdt dat in? Dat houdt in
als je met een BMW leert driften in de sneeuw. Hoe vet is dat? Zou ik hem graag willen doen. Maar ik heb een keer nagekeken en dat is erg duur. Dus dat moet ik helaas overslaan. Maar er komen nu wel een paar beelden van. En na een paar rondjes komt deze meneer alle omgereden pionnen weer recht zetten. En wij hebben het van gezien. Hopelijk vonden jullie mooie beelden. Ik hou er wel van driftende BMW's. En wij gaan weer door met skiën. Een hele goede morgen. Het is nog best wel vroeg. Even kijken. Ja, val ik wel mee. 8:30. Ik heb me gauw even omgekleed. Mijn pasgoed staat gewoon buiten in zijn joggingkleding, of zijn chillkleding moet ik eigenlijk zeggen, de ijsbar bij te werken. Want omdat het zo warm is geweest, is hij natuurlijk heel erg geslonken. Nou, daar zit hij hoor, in zijn huispakkie. Wat is er aan de hand hier? What's happened? Update over de ijsbar. Nou, hij is bijna weg. Dus, we gaan wat sneeuw hier uit het tuintje halen. Hij was zo breed. Ja. Maar ik denk dat we zoveel mensen kunnen pakken. Ik heb wel een hele berg niet geschept, maar... Dus het dweilen met de kraan open. En er komt geen nieuwe sneeuw, dus ik ben benieuwd of er half tot nieuwe gasten er zijn. Nog? Drie. Vier dagen. Ja. Het is niet anders. Sneeuw. Klopt. Het is niet anders. We hebben geluk dat hier geen zon komt, hier op de... Dit gedeelte. Ja, hier wel. Maar ja, we gaan hem verstevigen. Tada! We hebben hem weer bijgewerkt. Hij is weer helemaal stevig. Voor een dagje zon. Ik kan er wel even tegenaan. Ja, en jij nog steeds je huispakkie. En die wat hij aan heeft gedaan is warme schoenen en handschoenen. En die jas wel gaan, maar dat is te warm. Dat is te warm, ja, heb ik ook uitgedaan. Dus je zit het nu ook weer smelten. Niet normaal. Ja. Maar ja, we gaan lekker genieten van het zonnetje. Wat we gaan doen, dat weten we nog niet. Maar dat zien we wel. De dag is nog lang. Wandelen, skiën, langlopen of sleeën, we weten het niet. We zien het wel. Nou, en het is alweer namiddag. Het is alweer 4:00 geweest. We hebben vandaag niet meer gefilmd, we hebben ook niet heel veel gedaan. We hebben een lekker rondje gelopen in de zon. Dan hadden we de camera niet bij ons. En nu is het tijd voor wat administratie. Alle bonnetjes moeten ingescand worden. En dat zijn er heel wat. Een kasboek moet bijgewerkt worden, een bankboek moet bijgewerkt worden. Beter op tijd dan te laat. Dus ja. We zijn lekker vroeg. Dus succes. Terwijl Pascal dat doet.
heb ik onze nieuwe gast een berichtje gestuurd. En ga ik beginnen aan de vlog voor jullie. Voor komende zaterdag. Of voor volgende week dan. En mijn theetje is net klaar. Goedemorgen. Goedemorgen mensen. Het is een nieuwe dag, het zonnetje straalt weer. Maar we zijn niet in Zulde. Nee, we zijn ergens anders in Uitstaal. We zijn namelijk in Pieburg. En in Pieburg moet een hele mooie zee liggen, dus een heel mooi meer. Ja. Hebben we ons dat te vertellen. Dus daar zijn we nu naartoe aan het wandelen. Ja, maar dat zien jullie pas volgende week. Ja, helaas. Einde van de vlog. Dankjewel voor het kijken. Vergeet geen duim te geven als je het leuk vond. En doe zeker even op die rode abonneerknop. Daar zijn wij weer hartstikke blij. En dan wensen jullie een fijn weekend. En tot volgende week. Tot next de morgen. Tjus. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op ons kanaal. En volg ons ook op social media.